Voor de jaarwissel van 2022 naar 2023 werd de kaap van 40.000ste inwoner officieel overschreden in Ninove. Maxine Gabriels, kersverse dochter van Tom en Samantha, werd de 40.000ste inwoner van de stad en werd hiervoor in de bloemetjes gezet op vrijdag 6 januari in het oud stadhuis van Ninove. Hartelijk welkom hier in het oude stadhuis voor een moment waar we toch allemaal fier op zijn. En we zijn hier vandaag in het gezelschap van de voorzitter van de gemeenteraad. Wij hebben de collega's Schepenen. Schepenen Henri die zit naast mij omdat hij... We staan hier bij de gelukkige papa van Maxine, Tom. Hebben jullie dit gepland? Wij hadden het niet gepland, nee. Wij hebben het zelfs, het was zeer verrassend, we hebben het, het was een verrassing voor ons, we hebben het bij de huisdokter vernomen. Maar het is wel, kinderen is wel het meest speciale die je kan voor hebben. Het was een aangename verrassing. La petite princesse était une surprise qui était inattendue. Donc forcément, surprise et 40 millième, on ne peut pas être plus fier. Ça n'était pas planifié? Non, du tout. On a appris ça, enfin, que j'étais enceinte après un accident de voiture. Oui, donc du coup, pour le coup, on était vraiment étonnés du fait qu'on avait une fille et un garçon et que ce n'était pas prévu d'avoir un troisième. Dag burgemeester, we vieren vandaag de 40.000ste Ninoviter. Proficiat daarmee. Is dit niet sneller dan verwacht die 40.000ste? Wel, ik denk het wel. Hè. Als je de prognoses zag, was dat niet in deze legislatuur. Maar kijk, het is toch een feit. En wij zijn natuurlijk verheugd dat Maxine vandaag kan gevierd worden als 40.000ste inwoner. Hebt u zicht op de toekomstige demografische ontwikkeling van de stad? Daar zijn cijfers over gepubliceerd, maar hebt u daar zicht op? Wel, ik heb daar niet echt zicht op, maar wij weten natuurlijk dat we nog een groeipotentieel hebben. Maar dat is ook afhankelijk van het woonbehoefteplan die er op dit moment is. Dus het aantal woningen zal ook zijn limieten kennen. Dus dan weet je ook wel dat je naar inwonersaantallen toe ook wel op een bepaald moment vastzit en dat het aantal dan niet meer zal stijgen. Maar wij hebben nog heel wat potentieel aan woonmogelijkheden die de stad bijkrijgt. Jullie roots liggen voor beiden in Brussel. Hoe komt het dat jullie naar Ninove verhuisd zijn? Wij hebben vrienden die hier wonen. We kwamen hier heel vaak. En steeds viel op hoe aangenaam en hartelijk de stad eigenlijk wel is. En wij hebben besloten om hier te komen wonen. Onder andere ook omdat ik heel graag zou gehad dat mijn kinderen eigenlijk op Nederlandstalig grondgebied zouden groot worden. Het was voor ons eigenlijk het perfecte plekje. Donc vous êtes francophone, le père il est néerlandophone, c'est un gantois. Donc les enfants sont bilingues. Tout à fait, un peu plus néerlandais que français. Donc ils ont fort l'accent néerlandophone, on nous le dit quand on va à Bruxelles, donc c'est beaucoup mieux. Is die aangroei van de bevolking een natuurlijke aangroei door de verhouding geboortes- en sterftecijfer? Of is daar ook een instroom van andere mensen van buiten Ninove? Ja, dat is een evenwicht. Hè. Dus het is een instroom, ook naar aanleiding van de woonmogelijkheden in onze stad. En dan heb je natuurlijk geboortes en sterftes. En dat was ook niet zo evident om Maxine eruit te halen als 40.000ste door die evenwichten die er zijn. Maar we hebben de geboortes rond de 40.000ste inwoners bij elkaar gelegd. En Maxine is daar als een onschuldige hand uitgekomen. En wij zijn heel blij, want het is een heel warm gezin die toch wel een uitstraling heeft aan onze stad als 40.000ste inwoner. Dus je kan bij ons het wel fysiek op CD. En nu gehuldigd worden, de dochter direct gehuldigd worden als 40.000ste, dat is mooi hè? Dat is eerst en vooral een symbolische eer, we zijn daar zeer verheugd voor. En ja, dat is voor ons de kerst op de taart. Ons kind is een aangename, rustige baby. En ja, dat is voor ons, je weet wel,
Dat is echt prachtig. Ja. Het wordt een goede innovator, ik voel het. Absoluut. Hebben we nu zicht op het statuut van Centrumstad? Wel, tot hiertoe niet, want centrumstad worden, dat doe je niet zomaar. Hè. Dus dat heeft niet alleen met inwonersaantallen te maken, dat heeft ook met de socio-economische situatie te maken, met de onderwijsmogelijkheden, ziekenhuis en dergelijke. Dus je wordt niet zomaar een centrumstad. Maar natuurlijk, dat is een debat die nog altijd gevoerd wordt, ook in de Vlaamse regering. En ik hoop dat steden zoals ons, met 40.000 inwoners, dat zij in de komende legislatuur van de Vlaamse regering, dat ze bij het hertekenen van de middelen van Vlaanderen voor gemeenten en steden, dat zij daar toch eens rekening mee houden. Want tenslotte worden wij toch ook wel geconfronteerd met heel wat uitdagingen waar grotere steden dan Ninove ook mee te kampen krijgen. Maar die dag, deze dag, ga je nooit meer vergeten. Het wordt de mooiste dag van je leven. Het vaccin schrijft geschiedenis voor onze stad. En dan mag nog eens een applausje bij.